Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een beetje een ander soort video dan normaal. Ik ben de laatste tijd aan het hardlopen geslagen en het leek me leuk om te laten zien welke spullen ik er allemaal bij gebruik. Het eerste item is wat mij betreft het ene belangrijkste tijdens het hardlopen. Dat is namelijk een goede hardlooplegging of sportlegging, iets in die richting. Ik heb er eentje van de H&M. Het is een beetje grijs gemeleerde sportlegging. Hij is lekker stretchy, nauwsluitend. En ja, dat vind ik wel erg belangrijk. Ik heb in eerste instantie liep ik altijd in gewoon een trainingsbroek. Maar ik merkte dat, dat het toch niet zo lekker zat, dat het zo los zat, dat het heel warm was. En toen ben ik overgeschakeld op de sportlegging. Dit is officieel geen hardlooplegging. Het verschil volgens mij tussen een hardlooplegging en een sportlegging is dat er in de hardlooplegging ook iets van zakken zitten. En ik kwam erachter dat deze dat dus niet heeft. Je hebt behalve een heel klein zakje hier aan de voorkant waar je misschien een sleuteltje of zo in kan doen. Voor de rest niet echt noemenswaardig. Dit was het eerste sportkledingstuk dat ik kocht. En ik merkte gelijk echt veel verschil. Het lopen ging veel makkelijker. Het zat veel comfortabeler. Het blijft allemaal gewoon goed zitten. En doordat het strak zit, flobbert het ook niet om je lijf heen. En ja, dat vind ik toch wel erg prettig. Dan de kledingstukken die ik op de sportlegging draag. Deze, vind ik niet zo heel erg belangrijk. Ik vind het fijn als het gewoon een nauwsluitend hemdje is. Zodat alles gewoon lekker op zijn plek blijft zitten. En ook niet allemaal los om je lichaam heen fladdert. Een aantal maanden geleden heb ik twee sportshirtjes bij de Action gekocht. Hele leuke. Als eerste een beetje, wat is het? Oranje, roze. Met een patroontje. Dit is een beetje badpakstof van het gladde. Datzelfde shirtje heb ik ook nog in een soort van slangenprint. Heel eenvoudige, gewoon topjes. Maar ze zitten echt super lekker. Lekker stofje. Ze sluiten nauw aan. Waardoor mijn oortjes ook gewoon op zijn plek blijven zitten. En niet constant uitgetrokken worden. Want daar had ik last van als ik gewoon met een ander shirtje ging hardlopen. Door het bewegen op een of andere manier. Trekt het je oortje uit. En dat is ook niet zo prettig. Als het wat kouder is 's avonds, daar zal ik nu niet zoveel last meer van hebben in de zomer. Maar toen ik net begon met hardlopen was het soms nog best wel fris buiten. En dan is het toch wel lekker om gewoon wat warms aan te hebben. Want anders is het ook niet zo prettig voor je spieren. Ik trek dan altijd gewoon een lekkere grote warme trui aan. Deze trui heeft iedereen denk ik wel. In dit geval is het een I Love Londen trui. Het ziet er niet zo charmant uit, maar het is wel lekker warm. Deze die valt wel redelijk kwijt. Dat is op zich wel lekker in de winter. Omdat, of in ieder geval in de winter als het wat kouder is. Dat houdt de warmte wat meer vast. Daaronder draag ik dan vaak wel bijvoorbeeld een van deze shirtjes. Zodat het je oortje ook niet weer uittrekt. Dan wat mij betreft het allerbelangrijkste tijdens het hardlopen. En dat zijn goede schoenen. Deze heb ik onlangs aangeschaft. Dit zijn de Nike Air Zoom Pegasus 31. Het zijn, het is een stevige schoen. Hier aan de voorkant wat zachter, waardoor het luchtiger is. Lekker fel kleurtje. Ik vind deze er ook nog eens leuk uitzien, wat ik bij veel hardloopschoenen niet heb. Dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk. Het allerbelangrijkste is gewoon goede ondersteuning voor je voeten. Ik heb de eerste paar weken gewoon op normale gympen gelopen. En ik merkte dat als ik bijna thuis was, dat het echt gewoon pijn deed aan mijn voeten. Dat ik bijna niet meer naar huis kon lopen. Ja, van de pijn in mijn voeten, in mijn enkels. En in mijn onderbenen. En ja, dat is natuurlijk geen goed teken. Dus toen ik eenmaal wist dat ik gewoon echt wilde gaan hardlopen, heb ik gewoon gelijk goede schoenen aangeschaft. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Want het is gewoon zo slecht om, om op schoenen te lopen die er niet voor gemaakt zijn. Dus deze. Er zijn heel veel verschillende soorten hardloopschoenen. Dus ik raad je ook zeker aan om je een beetje te laten adviseren. Want deze zijn redelijk stevig, maar ik heb ook schoenen aangehad waar je voor mijn gevoel weinig steun aan had. En het is net wat iedereen fijn vindt, maar zeker voor beginners is het belangrijk dat je gewoon echt goede ondersteuning krijgt, waardoor je geen blessures op kan lopen, want dat is natuurlijk, dat zou natuurlijk zonde zijn. Dan het laatste item alweer. Ik vind het fijn om met muziek op hard te lopen. Zonder muziek, dat hou ik eigenlijk niet zo goed vol. Maar zoals ik net al vertelde, zaten er dus geen zakken in die hardlooplegging. Dus ik wist
eigenlijk niet zo goed hoe ik dan met muziek op kon lopen. Want ik hoorde mensen die een telefoon dan in de hand houden. Of met zo'n armband waar je telefoon in kon stoppen. Maar dat lijkt me niet zo prettig. Dus ik ben mijn kast ingedoken en vond uiteindelijk dit dingetje. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Dit is zo'n zo'n MP3 speler. Het lijkt een beetje op de iPod Shuffle was het, geloof ik. Dat was ook zo'n kleintje zonder schermpje. Dit is dan de neppe variant, de goedkope variant. Maar dit is heel makkelijk, want er zit een klemmetje aan. En die kan je dan gemakkelijk aan de rand van je broek klemmen. En dan heb je toch muziek tijdens het hardlopen. Ik vind het echt ideaal. Het enige jammer is dat je niet kan zien welk liedje je opzet. Maar je kan ook gewoon makkelijk naar een ander liedje doorzappen. Dus prima oplossing en ik kan gewoon met muziek hardlopen. Dan was dit het voor nu. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwe video's. En dan hoop ik je bij je volgende video weer te zien.